Is hij nou klaar? Voortaan zijn wij het eerste weg bij elk stoplicht. En we kunnen ook nog meer verdienen met koerieren. Hé? Hoe dan? Weet jij wat het verschil is tussen een koerier van 50 gulden en eentje van 100? 50 gulden? Nee. Een half uur. Kijk, een koerier van 100 gulden, die doet er namelijk korter over om met zijn pakketje van A naar B te rijden dan eentje van 50. Hoe sneller de koerier is, hoe meer die kan vragen. Doet hij er nou bijvoorbeeld een uur over om van A naar B te rijden, dan vraagt hij 50 gulden. Maar doe je er maar een half uur over, dan vraag je natuurlijk het dubbele. Natuurlijk. En als je er maar een half uur over doet, dan kun je dus in een uurtijd twee vrachtjes koerieren. En dan verdien je in feite vier keer zoveel. Kassa! Maar hoe vaak moeten we dan van A naar B? We moeten altijd van de loods van Henning naar het industrieterrein in Noord. Johnny, wil je me even wegbrengen naar de stad? Daar is uitverkoop. Sorry Kees, nu niet. Henny komt zo dadelijk langs. Nou, je bent zo weer terug. Het is maar een kwartiertje naar de stad. En daar weer de helft van. Johnny is nu twee keer zo snel. Is dat zo? Ja, vergeet het maar Kees, ik ben geen taxi. Johnny is koerier. Nou, koerier me dan maar naar de stad. Dat gaat je dan wel vier keer zoveel geld kosten. Wat? Laat mij dan rijden. Ik doe het voor niks. Hé, hey, er rijdt niemand in mijn wagen behalve ik. Niet zo flauw. Kees, ik verdien met deze wagen al het huishoudgeld hier. Dus ook jouw zakgeld. Maar wat heb ik eraan als ik het niet kan uitgeven? Je kunt dan naar de stad liften, er gaan genoeg auto's die kant uit. Het is zo gedoe en die kerels willen er altijd iets voor terug. En het kost mij elke keer een kwartier extra. Zo, jij wil naar de stad. Je had al lang terug kunnen zijn. Problemen? Johnny wil me niet wegbrengen naar de stad. Hé, kom op, Johnny. Maar ik heb zo dadelijk een afspraak met Henny. Ik kan niet weg. En hij laat me ook niet in zijn auto rijden. Heb jij zijn rijbewijs? Oh, nou, dan ga ik rijles nemen. Niemand rijdt in de wagen van Johnny behalve Johnny. Dat zullen we nog wel eens zien. Ja, bluf. Die rijlessen zijn veel te duur voor Kees. Daar horen we over een paar dagen helemaal niks meer van. Hey, Johnny. Kees. Hey, Henny. Gaat-ie? Weet jij wat het verschil is tussen een koerier en 100 gulden? Wat? Hoeveel? Per les. Daar koop ik een hele auto voor. Ja, jij ook. Steek het maar in je neus. Zou jij niet naar de stad gaan vandaag? Johnny wil me niet wegbrengen. En nou heb je de taxi gebeld. Nee, rijschool. Ik wil op rijles. Met de taxi ben je er sneller hoor. Nee, ik wil voortaan zelf kunnen rijden. Dan hoef ik Johnny niet meer elke keer te vragen. Hé, ik kan het je wel leren. Ik kan heel goed rijden. Zie je, er vindt een intensievere motorische overzetting plaats. Het is een kwestie van een paar extra tandjes, maar je merkt het direct. Doe maar. 50% meer winst op de gestrekte baanvlakken. Dus die grijze import van jou, die staat voortaan een dag eerder bij je klant op de stoep. Tel uit je winst. Ik ben onder de indruk, Johnny. En leggen er nog leuke klusjes in het verschiet, Henny? Ik mag nog niet te veel verklappen, maar het schijnt dat Bertus zijn vaste koerier aan de kant heeft gezet. Bertus? Ja, Bertus Kaminski, het succesnummer van de schaduweconomie. Die? De man achter de inzamelactie, geld voor de armen. En snel een beetje. Diezelfde. Daar heeft hij trouwens nog een privé-eiland en helikopter aan overgehouden. Dus Bertus heeft zijn eigen koerier in de kant gezet. Wat versta je eigenlijk onder aan de kant zitten? Niks, hoor. Ontslag op staande voet dus. Ja. En Bertus heeft mij gevraagd of ik misschien iemand wist die voor hem zou kunnen rijden. Kan ik je iets te drinken aanbieden, Henny? Graag. En mijn auto kan ook nog wel een poetsbeurt gebruiken. Oké, spuit jij het autootje van Henny even lekker af, dan ga ik wat te drinken halen. Hé, hey, Kees. Alles goed? Weet jij toevallig een goedkope rijschool? Rijschool? Ja, voor een rijbewijs. Oh, je wilt een rijbewijs. Die kan ik je wel leveren. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik moet rijden. Nee, ik wil echt les. Nou, ik ken nog wel iemand. Arnold doet het bijna vanop. Echt waar?
Weet je wat? Kom morgenmiddag even langs in dit café. Uur of twee regel ik een afspraak. Te gek. Maar niet tegen Johnny zeggen. Waarom niet? Het is een verrassing. Kees? Als je dit toch naar huis wil, dan. Dan neem ik wel de bus. Hey Kees, ik dacht dat je niet meer kwam opdagen. Maar ik moest ook even afrekenen. Luister, ik heb met Arnold gesproken. Heb je nog een plek over voor een leerling? Echt waar? Bedankt, Danny. Ik dacht dat jij dood was, man. Ik zag van de week je naam in de overlijdensberichten staan. Ja, dat klopt. Maar al even de belasting, hè. Trucje van mijn accountant. Enige manier om geen aanslagen meer te krijgen. En? Nou, kijk, die schakeltechniek, daar moeten wij nog eens een keertje naar kijken. Zal ik je morgenavond oppikken? Niet bij mij thuis. Mijn ouders mogen niet weten dat ik rijles heb. Maak je geen zorgen op. Zeggen we gewoon dat ik je vriendje ben. Hé, kom. Zo. Dus jij bent mijn nieuwe leerling. Ik ben Arnold. Kees. Nou Kees, ik zou zeggen, stap eens lekker in. Hè? Dan rijden we een stukje en dan kan ik zien hoeveel lessen je nodig hebt. Hallo. Vergeten wij niks? Oh ja, eerst naar links en dan naar rechts kijken. Nee, eerst 15 gulden. Vooruit betalen graag. Oh ja. Mag ze al meteen door de stad rijden? Ja, ja, stuurangst overwinnen. Hè. Gewoon meteen het zadel in. Dat is de enige manier om het te leren. Moet je eigenlijk ook niet van die pedalen hebben? Als leraar? Nee, nee. Veel te verwarrend, jongen. Dan kom je er bij een ongeluk nooit achter wie je het gedaan hebt. En veiligheidsriemen? Is alleen maar lastig bij het uitstappen. Nou, laten we maar gaan. Hè? Koppeling indrukken. Koppeling indrukken, ja. En starten die handel. Starten. Gewoon flink gas geven. Gassen, hou hem wakker die jongen en douw hem in z'n één. Douw hem in z'n één. En nou, zachtjes laten opkomen die koppeling. Zachtjes laten opkomen. Nee. Ja. Succes, hè? Alsjeblieft, 7 minuten wind. Mooi, wat zullen we daar nou eens mee gaan doen? Hé, hey, was dat niet? Kees? Rijles? We zagen net Kees voorbij rijden in de leswagen. Weet jij er iets van? Wat? Kees? Rijles? Nee, daar weet ik niks vanaf. Zij zocht een goedkope rijschool. En die kinderen toevallig één. Maar ik mag eigenlijk niks zeggen, want het is een verrassing. Niet elke verrassing is een leuke verrassing, Henny. Als ze zo dadelijk de rijbewijs hebt, dan wil ze natuurlijk ook in mijn wagen rijden. En ik dacht dat niemand in jouw auto mocht rijden. Ja, dat dacht ik ook. Maar wat zei ma toen ook weer vanochtend? Dat zullen we nog wel eens zien. Blijf kijken in je spiegels. Hé, hey, hij staat verkeerd. Je hebt gelijk, ik moet mijn lippen stiften. Nee, ik bedoel, kijk in je spiegel of je kan inhalen. Oh, maar daar heb ik die spiegels niet voor nodig. Johnny doet altijd zo. Die kan op de
gekregen heb. Die wagen is aan mij gewend. Hoe ik schakel, hoe ik stuur. Als Kees erin gaat zitten, dan wordt de hele motorische balans verstoord. En dan staat de radio natuurlijk weer op zo'n wijvenzender. Moet ik weer de hele tijd gaan zoeken naar ons eigen station Trucker FM? En dan neemt ze natuurlijk ook al de vriendinnen mee. Nou, dat is toch niet zo erg, Johnny? Weet je hoe snel die asbakken vol raken? Nee, wat mij betreft moet Kees gewoon de rijbewijs niet halen. Hey. Zo merk je tenminste dat je aan het schakelen bent, hè? Automaten zijn voor bejaarden. Waar is dat middelste pedaal eigenlijk voor? Voor jou het middelste of voor mij het middelste? Ja, gewoon die in het midden zit. Oh, dit is het gaspedaal. Nee, dat was toch deze? Nou weet ik het weer. De koppeling. Het is de koppeling. Nee, die zit toch links? Weet je wat? Ik probeer het gewoon. Natuurlijk. De rem. Dat was hem. Wist u dat niet? Ja, nou op. Jawel, maar ik zit er anders voor, hè. Ik bedoel, dus alles wat voor jou rechts is, dat is voor mij omgekeerd. Wat moet ik nou doen? Die bumperklever heeft gewoon te weinig afstand gehouden. Het is zijn eigen schuld. Ja, maar gewoon doen. Maar moet ik niet uitstappen? Ben je gek? Dat houdt alleen maar het verkeer op. Rij nou maar door. Hey, wat is dat? Weg jij. Je moet eens even kijken wat de schade is. Zet hem daar maar even neer, langs de kant. Oh, moet ik inparkeren? Nee, gewoon remmen. Prima. Nou, wacht jij even hier. Even een afspraak bevestigen. Rest bij aflevering, hè? Zo, een nieuwe chauffeur erbij. Ja, ze betalen me er zelfs voor. Zo, gas. Dus, daar zijn we uit. Jij wilt Kees niet in je auto hebben. Nee, maar hoe moet ik dat nou aanpakken? Kinder, moet ik de rijbewijs innemen? Nou, dan heb jij er tenminste weer een, Johnny. De politie heeft nog steeds die van jou. Kunnen we er niet eens goed bang maken tijdens een rijles? Ja, wat dan? Nou, misschien durft ze daar niet meer te rijden. Nou, dat lijkt me sterk, Johnny. Volgens mij werkt dat niet zo. Allee? Kees, jij kent toch auto rijden? Ja, dat weet je toch. Durf jij ook hier in de stad te rijden? In de stad en dan ook in de drukke straat. Verkeer van links, verkeer van rechts, voetgangers, fietsers, stoplichten, voorsorteren, voorrang verlenen, links afslaan, rechts af, laat maar uit! Allemaal hier, drink maar. Zie je? Kijk, ze heeft de schrik in de benen. Weet je hoe dat komt? Je hebt ooit een bijna ongeluk gehad met een brandweerwagen. En sindsdien laat Johnny altijd rijden. Nee, Kees, dat komt omdat ik niemand anders in mijn auto laat rijden. Hey. Bijna ongeluk met een brandweerwagen. En daarom durft hij niet meer te rijden. Nee, dat komt omdat hij niet alleen was. Wie zat er eigenlijk naast je, Kees? Die meid waar die auto van was. Van wiens ouders de auto was. Zij was nog minderjarig. Ja. Heb je haar eigenlijk ooit nog wel eens opgezocht in het huis? Ik heb geen zin, Johnny. Ze herkent niemand meer zonder medicijnen. Wacht eens even. Je zei net dat het een bijna ongeluk was. Ja, voor Kees. Niet voor het meisje. De brandweer heeft haar mee op de ladder genomen. Dus als we Kees nou gewoon even de schrik van de leven bezorgen, dan rijdt ze nooit meer in een auto. Weet jij waar ze heen zijn gereden? Nou, Arnold gaat vaak naar die parkeerplaats bij het stadspark om het inparkeren te oefenen. Nou, dit insteken, daar gaat je heel goed af. Ik denk dat je met een les of drie wel kan afrijden. Maar, fijn. Geen dank. Ik moet ook aan mijn gezondheid denken. Mooi. Rijden we nou nog even over de Smaragdlaan en dan houden we het vandaag wel voor gezien. Smaragdlaan? Ja, ik moet nog even wat afleveren. Moet u dan niet rijden? Ik? Ik kan niet eens rijden. Wat? Maar u geeft rijles. Jawel, maar ik hou liever een objectief soort kijk op dit soort zaken. Hè? Anders ga ik alleen maar mijn rijstijl opdringen aan mijn leerlingen. Begrijp je wel?
Hoe wou je het nou gaan doen, Johnny? Ach, je kent Kees, hè? Die houdt normaal gesproken van rustig op een gemakkie. Dus wij moeten zorgen voor ineens een heleboel paniek tegelijk. Dan schrikt ze wel. Brandbom in de auto gooien. Ja, dat ken. Maar ze is nogal gesteld op de gave huidje. Remleidingen doorsnijden? Ken jij iemand die dat ooit heeft overleefd? Ja, wij. Dat komt omdat wij die remleidingen doorsnijden. Maar ik heb het over de chauffeurs. Niemand. Precies. Dus ik denk dat we onze oude stek op de lange dreef maar weer eens moeten gaan opzoeken. Je bedoelt dat we... Starten die bak. Wat? Zijn koppeling indrukken en dan is er vrij. Contactsleutel ronddraaien. Er is één. Koppeling op laten komen. Gas. Shit. Zijn dat soms ontevreden leerlingen van je? Gaat je niks aan doorrijden. Doe je goed. Ja, wat wil je? We hebben thuis 8 videobanden met politieachtervolgingen. Shit! Wat ga je doen? Waar lijkt het op? Zo, als ze weer terugrijden naar de stad, moeten ze hier langskomen. En dan komen wij weer van rechts? Ja, net zoals met die schadegevalletjes van vorig jaar. Dat werkte goed, hè? Ja. Ze zagen ons altijd te laat en aangezien wij van rechts kwamen... Zaten zij fout? Maar voor een kleine schadevergoeding waren wij wel weer bereid om de politie en de verzekering buiten beeld te houden. En ze trapten er allemaal in? Ik denk dat Kees zich zo een darmcontractie zal slikken. Ja. Weet je wat? We nemen de lange dreef naar de stad. Dan raken we ze daar wel kwijt. Hey, als jij dan alvast op de hoek gaat staan, dan kun je mij een teken geven als Kees voorbij komt rijden. En denk eraan niet te snel, hè? Kees heeft rijles. Dan rijden ze meestal met een slakkengang. Johnny, daar komt ze aan! Johnny, let nou op, kijk voor je. Dat heeft het in godsnaam te betekenen. Vooruit, weg met die kar. Nee. Die halen we zo nooit meer in, hè. Of heb jij er soms ook iets mee te maken? Nee, ik kwam gewoon van rechts. Dat is dus jouw pech. Kom maar. Zo. Ze hebben je tenminste weer laten gaan, Johnny. Ja, de volgende dag. Ach, je bent weer vrij. Dat is het belangrijkste.
Nee, jij hebt de boel voor de gek gehouden. Dat is het belangrijkste. Wat heb ik nou weer gedaan? Kees die krijgt rijles van de een of andere gangster en jij houdt je mond? Ik dacht dat hij zijn leven had verbeterd. Ze moest schakelen met een pistool tegen haar hoofd. Zo leer je het wel het snelst. Als Kees hier voor de rest van de leven nachtmerries in overhoudt, dan ga jij de opvang betalen, Henny. Nou, vooruit, laat maar tot zaken komen. Hoe zit het met die couriersklus? Dat was toch vanavond? Dan moet ik het nog even met jullie over hebben. We luisteren. Bertus zocht een nieuwe koerier. Precies, en wij zijn beschikbaar. Hij heeft zijn keuze gemaakt. En heel terecht. Ik heb ook al tegen mijn nieuwe vriendin gezegd dat ik de komende tijd al heel druk zal wezen. Denk je niet, Johnny? Hoezo? Weet je wat het is? Bertus kent toevallig Arnold. En die heb hem weer verteld van dat hele gedoe van gisteren met die lesauto en Kees. Dus... Kees? Hi, Henny. Zeg Bertus maar dat ik er helemaal klaar voor ben.